Het is weer tijd voor de Gio-uitdaging, dit keer de laatste, de opdracht van René. En Gwen en Vida gaan de vergevorderde proef doen. Ze lopen op. Terwijl Vida netjes volgt. En Gwen gaat hem een keer gooien. Luzerne is alweer aardig opgegroeid. Het is vorige week geoogst, maar de tweede keer groeide dat heel erg hard. Want dan komt de luzerne erdoor in plaats van het gras. En dat groeit gewoon hoger. Het is nu hoger als je laarzen, zeg maar al, in tijd van een week. Dus dat is toch wel lastig voor een markeer, denk ik. Maar we gaan zien hoe die het ervan afbrengt. Nou, je ziet dat hij valt en daarna heb je geen idee meer, maar de honden toch wel. Ik vind het elke keer weer wonderlijk hoe ze dat doen. Die zijn gewoon een groen veld en dan precies weten waar het is, ook al zijn ze verplaatst. Die blijft mooi stil op zijn post zitten. We gaan langs lopen, dan kijken we wel eens even om, maar daar blijft het ook bij. Net helemaal naar deze bosrand. En draait zich om, dan gaat ze hem sturen. Ja, zoals ik al zei, erg knap dat die honden dat kunnen in zo'n groen veld. Het is heel bijzonder. Die zien toch andere dingen dan wij, denk ik. Ze lopen weer terug naar de plek waar Vida net vandaan kwam. En daaruit gaat ze door naar het tweede deel van de proef. Vida blijft weer keurig achter, zoals je ziet. En Gein loopt weer terug naar het plekje waar ze net ook stond. Die bosrand. Ik ga me nu weer focussen op Vida, zodat je kan zien wat ik ga doen. We horen wel wat Gwen zegt. Hij reageert helemaal niet. En moet vervolgens dus de andere kant op. Een beetje dirigeren, maar dat hoort natuurlijk ook zo bij een blind. Deze dip hier binnen. Mooi om te zien hoeveel aandacht die hond heeft bij het volgen. Kijk, daar is ons huis. In de omliggende velden. Omdat dat gemaaid is, kunnen we nu makkelijk om ons huis heen weer trainen. Dat is allemaal prima te doen. We mogen hier overal terecht. Maar soms zijn de gewassen soms gewoon te hoog om nog iets te kunnen doen. Maar, weet je, het Vida verdwijnt alweer bijna in die luzerne.
Nu gaat hij voor de laatste dummy uit deze proef. Lijn aannemen tot het de zoekfout gaat. Wordt even iets bijgestuurd. En ook deze dummy komt binnen. Prachtig om die snelheid van deze hond te zien.